Hey allemaal en welkom bij deze nieuwe video. Het is bijna Valentijn en daarom dacht ik eraan om nog een keer een Valentijnslook te doen. Ik weet niet eens of ik hem vorig jaar gedaan heb of niet. Maar ik vond het wel leuk om dat nog een keer te gaan doen. Ik heb nu alvast mijn basis en mijn primer gedaan. En de rest gaan we nu gewoon samen doen. Dus we beginnen met foundation. Mijn huid is een beetje een klein slagveld weer. Dat komt door stress, vermoeidheid en ik geef het toe, slecht eten. Ik heb heel vaak de afgelopen weken Amerikaanse preparé gegeten. En ik weet dat dat een heel negatieve invloed op mijn huid heeft als ik dat te veel eet. En er zijn afgelopen weken geweest dat ik dat eigenlijk 3 keer per week of 4 keer per week gegeten heb. Dus I know this mess where it comes from. Maar ja, goed. Foundation. Niet schrikken weer van de kleur. Iedereen schrikt altijd voor mijn foundation kleur, maar het komt allemaal goed. Het is ook nog vroeg in de ochtend. Ik ben nog niet zo lang wakker. Misschien hoor je dat aan mijn stem. Sowieso ben ik iets bleker in de ochtend. Maar het komt allemaal goed. Oh, wacht. Ik vergeet wat. Want ik heb, zoals je ziet, een witte trui. En ik heb geen zin dat het zo meteen een bruine trui wordt. Dus ik doe eventjes mijn doekjes. Ik had het klaargelegd. Ik had het eigenlijk al gedaan voor de video, maar het ziet er niet uit als ik zo de video begin. Dus... ja. Yeah. Goed, we gaan door. Foundation. En ja. Laat ons zeggen dat ik deze look inspireer op iemand die misschien ook wel iets meer van plan is in de avond. Dus foundation kan. Zeker. Voel je comfortabeler bij alleen concealer? Kan ook. Maar ik ben nog steeds van de foundation. Denk je dat er iets meer in zit die avond? Setting spray. Dat ga ik nu niet doen, want bij mij is het maar een gewone dag. Maar setting spray. En eerlijk, ik denk als iemand je echt graag ziet, dat het zelfs niet nodig is om te gaan plamuren. Ik zou sowieso, als je weet dat je een date hebt of zo, niet gaan plamuren. Want you never know. In een bed gaat alles eraf. Oh, we gaan weer naar de 16 of 18 plus categorie. Dat moet ik eigenlijk niet doen. Goed, dan ga ik met deze NYX HD Studio Photogenic Finishing Powder. Met een mond vol. Afpoederen. En ik heb een haat-liefde verhouding met deze poeder. Eventjes tussendoor. heel soms trekt hij echt zo van gekke lijnen in mijn foundation. Ik weet niet wat het is. Ik hoop dat hij dat nu niet gaat doen. Maar verder... doet hij wel alles heel goed zetten. Soms iets te goed, denk ik, waardoor het een beetje samenklikt. Maar ik heb soms ook het idee dat het komt door de combinatie van deze met setting spray achteraf. Dat dat soms de boosdoener is. Maar ja. We zullen het wel zien. Goed, de basis. Bovenop de basis die ik al had. Dan gaan we contouren. Niet dat ik dat extreem doe. Het is gewoon altijd een snelle veeg. Had ik mijn... oh nee, die staat er nog wat. Op als de camera niet valt. Ik dacht, ik kom een kwast tekort. Ik doe gewoon altijd heel snel in deze. En dan een beetje aan de boven- en onderkant. Dat zit. Soms denk ik, waarom skip ik deze stap niet gewoon? Het is overbodig bij mij. Ik gebruik deze Sun Club Matte Bronzing Powder van Essence. Waarvan het deksel weer kapot is. Ik heb het altijd met dit. Goed. Dan gaan we over naar de blush en highlight. Ik vind het nog steeds raar dat niemand dat in mijn volgorde doet. Of toch heel weinig mensen. De meeste mensen die gaan... nu na de foundation eerst ogen en zo doen. Ik denk, I don't get it. Ik heb heel mijn leven gedaan hoe ik het nu doe. En dat vind ik comfortabel. Ik snap niet waarom ja, mensen die blush en die highlight soms als laatste doen. I don't get it. En ik hou er tegenwoordig van echt mijn blush wel royaal te smeren. Dat het best wel natuurlijk overkomt. Als je natuurlijk bloost, dan gaat het ook echt bijna je halve gezicht over. Dus ik vind het wel fijn dat het echt hier wat verder doorloopt. En op mijn wang ook iets dieper als het hoort. Heel veel mensen zie ik tegenwoordig, die doen ook blush op hun neus. Misschien is dat nu wel schattig. Kijk, dan krijg je zo'n beetje dat, hoe heet het, tiny little girl, sweetie look. Kijk,
heb het nu ook een beetje. Het is er zo meteen wel weer af bij mij. Want ik snap 10 keer mijn neus op een dag nog steeds. Ik heb de NARS Deep Throat gebruikt. Nog steeds heel blij mee. Dat die in mijn box zat. Oh, mooie kleur. Past echt top. En als blush ga ik de Soft & Gentle van MAC gebruiken. Die vond ik voor nu ook wel mooi. Niet te heftig, maar wel een mooie idee. Kijk eens aan. How pretty. En met dat ik dit doe, doe ik hem ook een klein beetje op mijn neus. We maken er een romantische look van, toch? Dan mag dit een beetje. Goed, verder met de eyes. De Primer Potion nog steeds van Urban Decay. Oh, ik ga zo janken als hij op is. Ik heb nog 1 tubetje liggen in mijn kast. Nog 1. En dan is het klaar. Dus ik kan basically nog 1 jaar verder. Want die kringen doe je echt heel lang. Boom. En mijn wenkbrauwen met de Eyebrow Stylist van Catrice. Ik hoef gelukkig niet zoveel te doen. Gewoon vooraan een beetje opvullen. Klein beetje. Hoor ik altijd hier zo'n soort van kalige plek. Ik kan het niet omschrijven. Zo, ik denk dat die toch een beetje weggewerkt is. Dan ga ik een ooglook maken en ik heb voor dit palet gekozen. Makeup Revolution Forever Flawless. In de Namaste with Cannabis Sativa. Is het cannabis? Ik weet dat er een cannabis palet is, maar zit hier dat dan ook in? I don't know. Goed, dit zijn de kleuren. Lijkt best wel heavy, maar er zitten wat neutrale en aardetinten in en die wil ik vooral gaan gebruiken. Maar ik moet ook dat ik geen oogschaduwkwastjes had gepakt. Dus dat gaan we even doen. Ja, ik had kwasten bij Shein besteld. Ze zijn best oké. Maar sommige zijn zo iets te lang om mooi te blenden, maar het komt ook niet met dingen. Eerst een highlight kleurtje. Ja. Yeah. En ook hierbij kan je eigenlijk kiezen om gewoon te gaan overschakelen naar, hoe heet het, een eyelinertje of zo. Stay safe. Dan ga ik een lichtere aardetint pakken. Ik denk dat ik deze kies. Voorzichtig blenden. Oké, okay, want het is toch gelijk weer vrij heftig. Ik kon hem ook echt heel vol doen, maar daar heb ik niet echt zin in. Ik wil een lichte blending in mijn crease en dan iets meer naar beneden toe. Een beetje smoky eye look-like. Ja, nee, niet smoky eye. Ja, nee. Soms echt, ik denk soms dat ik alles van make-up weet dat ik echt moet termen gaan spreken. En dan merk ik wel snel dat dat niet het geval is. Oeps. Even kijken. Zou ik het aandurven om deze oranje tint? Kom, waarom ook niet? Oh ja, die is best wel toch verder dan ik dacht. Maar ik vind hem wel mooi. Het vuur zit ook in je, in je look. What the fuck. Nee, stop. Gewoon nee. Sorry als je lawaai hoort. Ik denk dat beneden de schoonmaakster bezig is. Voor een van de buren. En dan ga ik deze in een harde V doen. Ik hou echt van die super basic looks tegenwoordig. Gewoon niet veel poespas. 3 kleurtjes of 4 kleurtjes. Dat dan nog wat blenden. Dat het overloopt. Ja. Zo. Dat is hem al. Mijn. Ja, niet zo volwaardig waren tijdens look. Het is meer een gewone sun look of zo geworden. I don't know. En dan mascara.
En kijk hoe klein dit borsteltje is van deze. Ik dacht eerst, dit wordt helemaal niks. Maar check, zometeen. Hij heeft een heel mooi natural effect. Ik ben er iets langer aan bezig aan mijn mascara. Maar het effect is wel heel mooi. Ik heb nu al een beetje door dat ik wat vaker zo moet swipen. Dat is altijd een nare eigenlijk als je mascara koopt, dat je heel vaak niet weet hoe het borsteltje eruit ziet. Zo. Nee, ik vind hem, je ziet dat je mascara op hebt, maar het is op de een of andere manier best wel natural ofzo. Ja. En ik sluit af met deze Estée Lauder lipstick. De Wild Rose Limited Edition lipstick. Ik kreeg cadeau bij de outlet. Het roze kleurtje wat er trouwens op zat is Baby Lips. Lip balm. Wauw. Als ik echt nu... Ik heb het nu niet gedaan, maar als ik echt een date zou hebben, dan zou ik meegaan voor deze lipstick van de Maybelline Vinyl lijn. Die blijft echt op alles zitten. Maar nogmaals, ik heb vandaag geen date. Ik heb gewoon een normale dag waarin ik zo meteen wat dingen moet doen. Dus ik kies voor deze een beetje softe lipstick die zo meteen gewoon wegsmelt als ik nog wat eet en zo. Want die dingen zitten de hele dag op mijn lippen. En als ik een knalrode lipstick nu ga opdoen, gaan we niet doen. Goed. Een tip voor als je dit ook hebt. Ik deed het net al een beetje. Goed wrijven. Niet afwrijven, maar gewoon inblenden. Dat is mijn tip tegenwoordig om zo weinig mogelijk make-up op mijn kleding te hebben. Ik had daar een tijdje best wel last van. Vooral als ik het vergat 's ochtends. Kijk, want er komt toch altijd wel wat af. En als je het wat inblendt, het zit er nog, maar een stuk zachter. Zo, en dan blijft, als het goed is, mijn trui gespaard van vlekken vandaag. Ik zou ook mijn haar nog even moeten doen, maar ik ga jullie ook besparen om te laten zien hoe dat er op camera uitziet. Want ik denk dat het een mes is. Ik zal eventjes mijn bril aandoen, die is ook eigenlijk echt niet schoon, maar goed. Voor het uitzicht, gewoon even. Dit is mijn Valentijns look, denk ik, door nog je haar mooi, leuke juweeltjes. Ik heb alleen een ketting op het moment, die heb ik al de dag aan, dus niet zo bijzonder. En lekkere parfum, zal ik even eentje uitkiezen hierboven. Ik ga deze pakken, de Estée Lauder Pleasures, die is wel zoet, een beetje spelend, sensueel, alles bij elkaar. En ja, maak er een leuke avond van, verder zou ik zeggen. Of voor tips voor mensen die, zoals ik, net een eenzame Valentijn tegemoet gaan. Maak het jezelf gewoon gezellig. Lekker filmpje aan ofzo, of muziekje. Kijk iets leuks. Doe iets leuks met vriendinnen. Kan ook. Denk niet aan al dat kleffe gedoe. Want weet je, het is ook leuk alleen. It's okay to be alone. Ik heb het nu heel erg gefocust net op mensen die samen iets gaan doen, maar het is ook leuk om in je eentje wat te doen. En dan bedoel ik het niet vies. Even. Voordat er dingen gaan ontstaan die niet waar zijn. Ik bedoel gewoon leuk filmpje kijken wat ik net zei. Iets lekker koken voor jezelf. Maar lekker, ik weet niet, een ontspannend bad nemen. Als je kan, dat doe ik elke dag. Maar oké. Daarvoor hoeft het geen Valentijn te zijn bij mij. Het is elke dag Valentijn. Dat is ook een belangrijke boodschap. Als je elkaar graag ziet, is het elke dag Valentijn. Belangrijk. Goed, ik ga hierbij afsluiten. Bedankt voor het kijken en tot de volgende video. Doei.